Jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag staan we weer in het prachtige content van. En ik dacht, weet je, laat ik een keer op een paddenstoel beginnen. Vorige aflevering hebben we deze megabrug gebouwd. En zijn wij begonnen aan het tweede kasteel, want ik vond één kasteel nog niet genoeg. Fred heeft wel echt een bizar lelijke vlag gemaakt, dus die gaan we weghalen. Maar vandaag wilde ik dus de video beginnen met het vervolg van het kasteel. Ik wil even weer een nieuwe timelapse starten waarin we een grote progressie gaan maken. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik één hele kleine taak. Ik merkte namelijk in de vorige video had ik een hele leuke timelapse gemaakt. Alleen dit smoke hier, of dit smoke, dit rook hier. Oh, wat vond ik dat vervelend in mijn timeline. Het gaat gewoon dwars door dit heen, of niet? Ja, het gaat er gewoon dwars doorheen. Huh? Moet ik er hele blokken... moet ik er hele blokken van maken of zo? Stopt het dan? Nee, hoe kan dat? Hallo, waarom stopt die rook niet? Ik wil de rook heel even uitzetten. Moet dat met steen dan doen? Hier, op deze manier, zo. Hier, stop er ook. Ja, hoppakee. We zetten de rook tijdelijk heel even stil, want ik merkte dat mijn timelapse... Nou, een beetje verpesten kan ik het ook niet echt noemen, maar het zat in de weg. Ik vond het niet mooi. Je zag in de timelapse alleen maar al die rook alle kanten op gaan, waardoor je het hele gebouw op zichzelf niet eens goed kon zien. Dat vond ik best wel zonde. Dus zo, kijk, als we nu even vanaf afstandje gaan kijken, dan... Ja, kijk, nu kan je het kasteel tenminste gewoon normaal zien. Al is het nu donker, maar hè, dat maakt niet uit. Laten wij dan, zoals ik net al zei, deze video starten met een leuke timelapse. Ik ben benieuwd hoeveel progressie... Oh, dat ging echt van alles fout. Ik ben benieuwd hoeveel progressie we gaan kunnen maken. Ik wil in ieder geval de voorkant af hebben. En misschien een beginnetje maken aan de zijkant hier. Interieur is zo, dat gaat natuurlijk allemaal nog niet gebeuren. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, veel plezier met kijken naar deze timelapse. Je hoort de muziek al opkomen. Vergeet zeker niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan nu de timelapse in 3, 2... 3, 2... Ik kan niet tellen. Oh. Daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En wat ben ik blij met het resultaat. Ik ga gewoon gelijk met de deur in huis vallen. Oh my days. Wat is het een mega groot gebouw. En hij voelt heel massief of zo. Ik weet niet waarom. Omdat er denk ik zoveel van die dikke torens zitten. Praten kan af te moeilijk zijn. Lijkt het net alsof het echt een mega stevig gebouw is. En het is het ook gewoon. Ik ben echt heel blij met het resultaat. Hij is nog lang niet af natuurlijk. Maar ja, dat kan je zelf ook wel zien. Maar we hebben wel heel veel progressie vandaag weer gemaakt. Het is zeg maar nu niet alleen maar meer een voorkantje, maar ook een zijkantje plus al een half dak. Want als we even naar de andere kant gaan vliegen, dan zie je dat de helft van het dak pas gemaakt is. En dat de andere helft, moeten we even hier bovenop landen. Ja, die van deze kant ziet het er echt als een rommeltje uit. Maar dat komt omdat het dak hier nog in moet gemaakt worden. En hier zit de berg nog een beetje ongemakkelijk die in het gebouw zit. Dus, maar zodra we de hele... Ja, het plafond erop gebouwd hebben en het dak en de muren, dan zie je eigenlijk niet meer dat die in de berg zit. En dan is het een soort van illusie alsof er een mega gebouw staat. Maar als je dan binnenkomt, realiseer je pas hoe klein het eigenlijk hier binnen is. Moet je zien hier. Dit is de ruimte die we hebben als we binnenkomen. Het is 3 breed, hier of 4 breed. En dan hier het hoekje om. Daar is het zeg maar net wat groter. Dan heb je iets meer ruimte. Dus misschien dat we dit allemaal weg kunnen halen. Maar hè, wil ik dat? Wil ik daar zoveel moeite nog in stoppen? Ik heb nog maar 9 afleveringen. Want dit is volgens mij mijn 9e aflevering. Dus ik heb nog maar 9 afleveringen te gaan. Wil ik daar zoveel moeite stoppen? Waarschijnlijk wel. Maar hè, dat nu klagen we even dan later, hè? Zo gaat het gewoon. In ieder geval, blij met de progressie voor vandaag. Ik ga stop wel heel even met het bouwen aan dit project. Omdat ik genoeg gebouwd heb voor vandaag aan de... Wat is het hier? Het kasteel 2. We hadden nog geen goede naam ervoor. We noemen het nog steeds kasteel 2. Laten we even het hout en zo terugstoppen. En dan vervolgens het steen ook.
Want dan heb ik een ander project wat ik heel even mee verder wil gaan, jongens. Namelijk, waar ik vorige aflevering ook al over geklaagd heb. En ik deze aflevering eindelijk een keertje ga doen. Als we hier over de kerkbrug lopen, richting de kerk, kom je tegen een vet groot hoofd van Justin aan. En die willen we natuurlijk niet. Ah! Dus laten wij dan ook de kerk hierin lopen. Zo bloep. En dan gelijk even hier die stomme opa Gerard weghalen. Want die staat hier al veel te lang. Hij heeft al veel te veel schade aangediend aan mijn ogen. Waarom gaat het zo traag? Oh, wat gaat dit traag? Oh, maar deze. Laten we eerst even omhoog bouwen. Want dan kunnen we vanaf de bovenkant aan de slag. Hier, gaan we vanaf hier gaan we die hele opa Gerard gaan we weghalen. En dan kunnen we daarna het interieur een keertje afmaken. Want dan ben ik ook een keertje tevreden over de kerk. En, jongens, dat is ook nog eens een dingetje van het lijstje. Van het takenlijstje die we moeten maken. Dus als we dit dan al gedaan hebben, is dat gewoon gelijk een win-win situatie. Hoe leuk is dat? Hoppakee. Oeh, we slopen de hele vloer. Laten we eerst even slapen. Want volgens mij is het aan het weer te zien nacht aan het worden. Ja, we kunnen slapen. Wat gaan we doen? Laten we eerst die. Nou, trouwens, die ladder is voor. Het is lelijk, maar het is voor nu even handig. Want ik wil natuurlijk wel in. Lagen werken. Wat gaan we hier naar mijn... Ja, hoe gaan we dit allemaal doen? Wat wil ik doen? Ik weet dat je in de kerk hebt natuurlijk deze stoeltjes hier. Misschien dat we hier een soort van mooi graf kunnen maken. Hier in het midden waar je dan omheen kan lopen. En dan kom je hier bij de trap uit. Maar dat betekent wel dat ik de laag hier eentje hoger wil hebben. Oftewel, ik moet de blokken die ik net weg heb gedaan gewoon terughalen. Ik weet niet waarom ik ze allemaal weg heb gedaan. Want ik heb ze nodig voor het interieur van de kerk. Wel blijf opletten. En het hout hebben we natuurlijk gewoon nodig. Het steen ook. Ik weet niet waarom ik dat weg had gedaan. Beetje onhandig. Misschien wat goldblokken zou dat leuk zijn. Wat gold, want het is natuurlijk de kerk. En de kerk is altijd... Ja, dit is altijd rijk. Althans, vroeger was de kerk altijd de rijkste... Hoe noem je dat? Locatie van het dorp. Zeg maar, daar werd alles altijd verborgen. En weet ik wat, gingen de vikingen gingen dat plunderen en zo. Als jullie een beetje series hebben gekeken. Zo, laten we dan eerst even kijken of we dit een beetje leuk kunnen doen. Eentje verder, denk ik nog. Ja, eentje verder nog. Hier zo. Dan hoppakee, hoppakee. Tonk. Tonk, zo. Ja, dit is leuk, jongens. Hier die ster zo een beetje zoals dit gooien. Oeh, ik werkte in dit interieur wel met veel andesite. Dus ik denk dat ik dat ook weer opnieuw moet gaan doen. Of nou, in principe valt het nu wel mee. Toortjes mogen dan even weg. Deze hier ook, want het gaat nu doorlopen zoals dit. Het gaat één niveautje hoger zijn. Komt eigenlijk ook wel mooi uit met die ramen, want die zijn net te hoog, weet je. Dus als we dit dan mooi zoals dit doen, komt het gelijk even wat mooier uit. Of wat beter uit. Misschien dat we hier een mooie grote lamp kunnen maken. Een hele lange kroonluchter. Is dat leuk? Zou dat leuk zijn? Zou dat logisch zijn in de kerk? Een kroonluchter, ja. Want die hebben we hier ook van die kleine mooie kroonluchter. Maar misschien als we hier dan een nog langere kroonluchter doen. Ik weet niet of dat logisch is. Maar het is mijn eigen stad, mijn eigen dorp, mijn eigen kerk. Ik mag beslissen en ik mag doen wat ik wil. In ieder geval is het platform al een beetje hoger. Oeh, kijk, dat is, geeft al een heel ander gezicht, weet je, dat het hier wat hoger is. Laten we deze dan ook heel eventjes van steen maken, zo. Want ik wil hier met walls gaan werken, zo. En dan fences... Oh, dat kan natuurlijk niet. Nou, dan alleen maar walls. Of is dat dan weer weird als we dit doen? Is dat dan weer een beetje te veel? Nee, dat is zeker niet te veel. Ik vind het heel leuk zelfs. We zien hieraan even wat dingen zoals dit hangen. Lanterns aan kettingen. Is dat leuk? Want het is misschien een beetje random, maar... Misschien ook weer niet. Nee, dat is zeker niet random. Oeh, dat ziet er zelfs mooi uit. Dan de wol gaat hier doorlopen natuurlijk. Boep, zo omhoog. Oh, hier hebben we nog vet veel hout en leaves liggen. Oh, top. Dan gaan we voordat we daar boven verder gaan, wil ik hier even het vloertje net een extra detailje geven. Namelijk, dit randje hier moet gewoon even van loks worden. Dan heeft het tapijt gewoon een soort frame waar het in ligt, als jullie snappen wat ik bedoel. En als je niet snapt wat ik bedoel, heb je pech, want je ziet het elk moment. Hier, kijk, doen we zo, toen, toen, toen. Net zoals in het kasteel, weet je. Dan komt het kasteel-vibe een beetje terug in de kerk. Want dit hebben we ook in het kasteel op deze manier gedaan. Zo, dit ziet er goed uit, jongens. Hier ben ik heel tevreden mee. Dan hier doen we hetzelfde. Gaat die ook nog heel eventjes zo lopen? Oeh, nee. Ik doe het verkeerd. Wacht, zo. Zoals dit. Je moet gewoon hout zitten. Zeg maar dan dat hier ook misschien nog stiekem een beetje rode wol verstopt ligt. Oh, ja. Er liggen serieus gewoon rode carpets liggen er verstopt. Maar niet voor de rest andere wol. Maar dat is niet erg. Er liggen oprecht gewoon rode carpets verstopt. Dan kunnen we het idee nog op zijn minst even mee uitbreiden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het pad hier komt, terwijl we nog wat leuks in het midden hebben? Ik dacht een langwerpig zoals dit. Een, hoe noem je dat? Ja, langwerpig altaar, is dat? En dan misschien het pad er zo een beetje omheen. Kijk, als het pad nou... Oeh, ja, ik heb wel meer wol nodig. Laten we het even ophalen. Het gaat er heel simpel omheen. Alleen, denk ik, ja, de muur aanraken is misschien een beetje... Het gaat me... Ik weet niet of ik dat wil. We doen het voor nu even om te kijken of het moet. En anders kunnen we hem altijd inkorten. Want de muur aanraken ben ik altijd voorzichtig mee, jongens. Omdat je dan geen details meer tegen de muur aan kan plaatsen. Kijk, zoals dit. En dan... Dat is een beetje weird. Dus misschien zo. En dan die weghalen hier. Hetzelfde geldt voor aan deze kant. En dan dit weghalen. Volgens mij maakt dit het al iets minder gekkig. Ja, en dan het liefst zelfs nog zoals dit. Dat het echt van de muur afstaat, weet je? Het tapijt. Anders lijkt het niet echt op een tapijt, maar gewoon op een rode vloer. Ik zie alleen nu al dat het meer een vierkant gaat worden. Dus een vierkant ding is ook prima. Dan maken we er gewoon een vierkantje van. Of, we doen het zo. Zoals dit. Dan kan het wel in één keer weer een langwerpig graf worden.
Een tombe. Ik denk dat... Heb ik al eerder tombe gezegd? Ik bedoelde een tombe. Kijk, nu kan het wel weer een mooie tombe worden. Dit is denk ik leuk. Oh, van die rode blokken krijg ik last van mijn ogen, jongens. Oh mijn god, het is zo rood. Mijn ogen beginnen er gewoon pijn van te doen. Gooi er hetzelfde soort randje naast hier. En wat wil ik hier in de hoekjes hebben? Misschien hier gewoon wat goud. Dat is hier goud ligt. Weet je, dat zijn de schatten van de kerk. Die liggen dan daar. En hetzelfde in die... Oh nee, wacht. Hier moet ik nog rekening mee houden. Dat die blokken steken nog allemaal uit. Dat ziet er natuurlijk niet heel mooi uit. Dus wat we hier kunnen doen is misschien gewoon zo. Dit helemaal doorbrengen. Hetzelfde aan de andere kant. Gaan we helemaal dit doortrekken. Hoe ziet dat eruit? Als ik dit nu helemaal zo... Ja, kijk. Nu is het een rondje hier geworden. Oh, wat clean. En om dit netjes... Oh, dit moet ook allemaal nog netjes afgewerkt worden. Weet je, jongens, ik ga dit gewoon even lekker netjes afwerken. En dan zie ik jullie zo terug. En dan kunnen we daarna even met een gerust hart naar deze tombe hier kijken hoe we dit willen doen. Er moet een mooi ding komen zo. Maar om dit nou allemaal te laten zien hoe ik die muren ga doen, is misschien niet heel interessant. Dus tot zo. A few moments later. Jongens, daar zijn we weer. Alleen, we zijn een dag verder in het leven. Ik dacht, ik ga heel even snel dat bouwen en zo. Maar uiteindelijk werd het allemaal wat later dan verwacht. Het is niet alsof ik heel veel gedaan heb. Dat kan je zien. Het ziet er nou niet echt heel bijzonder uit of zo. Maar er kwam wat tussendoor, waardoor het uiteindelijk een dag verder is in het leven. Maar dat maakt niet uit. Voor jullie is het gewoon een minuut later. Niet eens. Waar was ik mee bezig? Dit is voor mij even weer goed terugdenken over het verleden. Voor jullie is het echt letterlijk net gebeurd. Maar volgens mij wilde ik dit gaan maken. Hier het altaar of de tombe die er lag en zo. Dus laten we dat ook maar gewoon doen. Gelukkig heb ik wel even een beetje naar onderzoek gedaan. Een beetje gekeken en gezocht naar wat er leuk uit kan zien in het echt, weet je. En meestal zijn het van die witte dingen. Althans, wit is wel heel classy en wel heel mooi. Dus ik denk dat ik het wit ga maken. En dan doen we het zo. Op deze manier gaat hij ook langwerpig zijn. Zoals ik gisteren al denk dat zei, jongens. Dat ik een soort langwerpige tombe wilde. Of misschien een vierkant. Nee, nu is hij vierkant. Nee, nu doe ik het verkeerd. Wacht even. We doen het verkeerd. Dat is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Maar wat ik het zo doen, is hij nu, als ik hem nu op deze manier doe, is hij dan wel... Ja, dan is hij wel langwerpig. Kijk, als we zo doen... Ja, kijk jongens, dit is top. Dan gaan we met slabs werken zoals dit. Die dan weg hier. Die ook weg. Zo. Dit is de ruimte waar iets of iemand ligt. Dat maken we dan ook wel even netjes met een... Welke kleur? Bodem doen we het. Hij ligt op rood tapijt. Kijk, hij ligt netjes op rood tapijt. Persoon die hier ligt. Zo, zo. En dan in het midden dacht ik een gele ding. Of een gele shulkerbox zoals dit. Zo. Ik weet niet waarom, dat vond ik er wel mooi uitzien. Dan heb ik endrots meegenomen, omdat ik hier op de hoekjes wilde een kaarsen plaatsen, zoals dit die aanstaan. Vandaar dat ik ook een flint en steel in mijn inventory heb. Bonk, hoppakee. En, oh, dit ziet er... Ja, dit is mooi, jongens. Dit is duidelijk genoeg echt een soort van altaar van een persoon die hier ligt. Eigenlijk moet je hier nog iets anders op. Een kruis. Alleen dat kan natuurlijk niet. Dus misschien dat een witte kaars, is dat mooi erop? Als we een witte kaars erop doen? Ja, nou, misschien is dat een beetje veel kaars. Ik weet het niet. Laten we er geen kaars bovenop doen. Ik dacht misschien een kruis, maar die zit niet in Minecraft natuurlijk. Is er iets anders wat we kunnen doen? Een ketting. Hoe ziet dat eruit? Een ketting. Nee, ketting erop ziet er niet uit. Er is niet echt een mogelijkheid om dit clean te doen. Jawel, een... Oeh, wat geel tapijt trouwens. Dat kan hier nog mooi misschien. Oh, dat is misschien wel mooi. Ik had namelijk nog extra gele wol meegenomen. Want ik dacht misschien dat er ook nog wat geel lijkt. Een beetje op goud namelijk, weet je. Ik dacht, wat nou als we het zo doen? Ziet dit er mooi... Oeh, dat is misschien wel mooi. Zodat we dat dan overal doen. Dus ook op de alle andere... Hoe heet deze blok ook alweer? Polish diorite. Zo, ziet dit er leuk uit. Als we het op al die diorite doen. Ja! Het heeft wel wat, jongens, dit. Het heeft wel iets, dit graf. Ik weet niet waarom. Ik vind het wel leuk. En deze ook. Dat het alleen in het midden zit. Hoe ziet dit eruit? Ja, dit ziet er wel... Ja, ik denk dat ik het niet op de randjes moet doen. Alleen in het midden, zoals dit. Dat is zeg maar het kleed dat er overheen ligt. En ik vond geel wel een leuke kleur, want geel lijkt op goud. En dat lijkt op rijkdom en zo, dus hè. Vandaar die link. Dan wil ik hier goud hebben. Wil ik hier goud hebben. Daar en daar. Dus laten we even kijken of wij nog ergens een beetje wat goud verstopt hebben. Ik weet dat mijn goud allemaal bijna benut is aan mijn troonzaal. Dus nou, daaruit gaan we het niet halen. Want hè, de troonzaal vind ik een beetje vind ik cooler om daar goud te hebben dan in de kerk. Maar misschien hebben we nog wel wat oors. Nee, het is helemaal leeg. Al het goud ligt daar, jongens. Van iedereen. Of van de hele stadsgoud. Oeh, van iedereen. Weet je, ik ga gewoon goud stelen van mensen. Ik ben de koning. Ik ga gewoon dief uithangen. Rick en Noah, jullie huis. Jullie hebben al lang genoeg niet je belasting niet betaald. Ik ga inbreken in jullie huis. Hoppakee. Zo. Dan stampen wij even naar beneden op deze manier. En dan gaan we kijken of jullie goud hier hebben. En dan ga ik al jullie goud stelen. Waar is jullie... Waar liggen jullie goederen? Waar is dat? Die hebben jullie helemaal niet hier. Weet je, ik neem wel even dit ook mee. Dit is gewoon van mij nu. Deze ook. Is ook geel. Dat kan ook op goud lijken en zo. Maar waar is jullie normale goud? Is dat gewoon verdwenen? Hebben jullie nergens gewoon een schatkist of zo met goederen? Waarom is Fred's hoofd hier? Ah, hier. Kijk, ik neem alles mee. Alles is voor mij. Dankjewel, Rick. Terug naar de kerk. Kijk, weet je wat het is? Het is niet eens voor mij, jongens. Rick, als je dit kijkt, ik ben niet jou. Ik ben je goud niet voor mezelf aan het stelen, maar voor de kerk. Voor de welvaart van het volk van de stad. Daar gaan we het gewoon onder stoppen.
Dat zal het vast wel goed zijn. Kijk, door alle gele blokken die we hebben even verzamelen, zoals dit. Hoppakee. Dan kunnen we hier nu gewoon een soort van een... Kijk, dit ziet er toch cool uit. Hier. Nee, het wordt niet... Oh, het koraal blijft natuurlijk niet mooi. Oh, zonde van het koraal. Ah joh, dan doen we maar iets anders. Doen we maar echt goud, gewoon zoals dit. Kijk, dat ziet er leuk uit. Dan hetzelfde doen we aan deze kant. Zo, dan is hier ook heel veel goud neergelegd. Dan in deze hoekjes. Hoe gaan we dat doen? Ik heb wel een idee, maar dan voelt mijn inventory even een beetje leeg. Even wat steen dumpen, dat gebruik ik toch op het moment niet meer. Dan gaan we van heel veel goud hier gaan we armor maken. Twee helmpjes. Twee chestplates. Twee boots. En twee leggings. Voor de rest maken we er weer blokken van. Dan hebben we armor stands nodig. Heb ik die hier ergens? Kan ik die maken? Sticks en smooth stone slab. En volgens mij heb ik hier ergens... Ja, hier smooth stone. Jongens, alsof het zo hoort te zijn. Hier, dan maken we er gelijk twee. Dat is precies hoeveel ik nodig heb. Nogmaals, alsof het zo had moeten zijn. Want wat ik dan wil doen is waarschijnlijk of hier of daar... Nee, ik dacht misschien hier. Kijk, in het hoekje zoals dit. Zo. Zo hier nou leuk twee armor stands neerzetten. Zo, zo, zo en zo. En dan hetzelfde aan de andere kant hier. Ziet dit er leuk uit als we hier twee van die gaan... Oh, ja, dat is mooi. Dat is denk ik wel mooi hoor, jongens. Ik denk dat dit wel cool is. Dan moet er wel nog licht boven hangen. En dat kunnen we dan misschien wel met die smooth stone doen. Dat is op zich wel niet een verkeerde keuze. Om dan daar één... Nee, doe ik het nou weer verkeerd? Kom op. Daar één en daar één. Zo. Ziet dit er leuk uit? Ja, dat ziet er wel leuk uit. Laten we dat ook aan de andere kant doen. Of zijn die lanterns verpesten die een beetje de sfeer? Misschien verpesten die een beetje... Ja, het zit te krap, jongens. Het is net te dicht op elkaar. Laten we dit even weghalen. Wat we kunnen doen, is hier deze weghalen zo. En het hier gewoon in het hoekje doen. Alleen dan moeten we even kijken hoe we dit netjes gaan doen. Oeh, ik heb wel een idee. Kijk, zo, zo, bonk, 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 bonk. En dan nu hier doen we een armor stand. Gaat dit er leuk uitzien? Dit is denk ik beter, hè, jongens. Ja, dat is veel beter dan eentje ook aan de andere kant. En dan die... Dingen hier even weg, want dit is net te druk. We kunnen beter zo doen, zoals dit. En dan daar weer kaarsjes ploppen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donk, donk. Ja, dat is veel beter. Dan hebben we ook nog trapdoors nodig, want dan heb ik een leuk idee. Want nu is dat steen een beetje vliegend. Ziet er niet uit. Gelukkig hebben we genoeg trapdoors. Kijk, kunnen we het om het een beetje af te maken, zoals dit doen. Ja, ziet er goed uit. Laten we dat aan beide kanten doen. Dan doen we hier dit, 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 dit. Plaatsen we de kaarsen vast. Steken we die gewoon vast aan. Is dat vast gebeurd? Dan deze weg. Plaatsen we hier in het hoekie. Ster. Oh. Ster, 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 ster. Armor stand. En dan natuurlijk de armor. Ja, jongens. Echt tevreden. Hier ben ik echt tevreden mee. Dat ziet er goed uit. Wat een leuk altaartje hier. Voor gewoon degene die hier... Nou, wil liggen is misschien ook een beetje gek. Voor degene die hier gaat liggen. Dan heb ik nog een tactiekje om wat meer licht toe te voegen. Hebben we rode wol nodig en mijn lanterns. Die hebben we, oké. Wat we dan gaan doen, jongens. Kijk, het tapijt hier is nog niet helemaal ideaal. We kunnen hier gewoon even sowieso... Oeh, wat doe ik? Het tapijt een beetje diepte geven. Maar zoals hier is bijvoorbeeld nog een beetje donker. Wat we dan doen is deze weghakken, deze ook. Deze eronder en dan die er weer op. En dan heb je gewoon extra licht dat je niet eens ziet. Hoe ideaal is dat? Doen we hetzelfde hier? Nou, dat is toch ideaal? Ook aan alle kanten aan de zijkanten doen we dat ook. Gewoon even iets meer licht. Zal het nooit meer echt heel donker hier zijn. Oké, en dan nu gaan we het tapijt even een beetje, ja, diepte geven. Zo, oh, dat ziet er goed uit, jongens. Hier ben ik blij mee. Hier ben ik heel blij mee. Ik krijg weer last van mijn ogen van het rode tapijt, man. Als je daar te lang mee bezig bent, dan ga je ogen op een gegeven moment gewoon pijn doen. Omdat het zo ontzettend fel rood is. Dat we het gelijk wegdoen. Oeh, een geel randje hierop ziet er wel leuk uit, jongens. Dat ziet er wel leuk uit. Dan moet die wel weg, zo. Ja, dit kan er leuk uitzien. Dus gewoon zo'n geel randje hierop doen. Kijk, ja. Dat ziet er leuk uit. Dan is het wel helemaal een beetje afgeschermd. Weet je, dat gedeelte daar. Wel een beetje de McDonald's kleuren. Geel met rood, maar... laten we dus zeggen dat het gewoon goud is en niet geel. Gewoon. ik zei iets met een grote lamp, maar daar twijfel ik over, jongens. Ik denk dat ik dat niet ga doen. Ik denk dat ik het gewoon lekker open hou zoals dit. Want nu voelt het heel groots aan je binnen. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Kijk, hier voelt het allemaal wat krapper en zo. Dus dan vind ik het wel fijn dat het hier zo lekker groots voelt. Overigens heb ik daar ook een soort balkonnetje gemaakt. Ik kan het alleen niet echt goed zien. Kwam ik later achter dat ik beneden stond. Maar willen we dan nog meer in de kerk hebben? Of is het eigenlijk wel gewoon afgerond zoals dit? We hebben hier het altaar gebouwd. Dit zat er natuurlijk al die tijd al. Ja, hier aan het begin missen nog dingen. Dan moet dit allemaal weggehaald worden. En dan dacht ik hier misschien ook weer armor stands. Dus heb ik eigenlijk dit wel weer nodig. Hier, kijk, hebben we nieuwe armor stands. Ik dacht dat nou als we hier ook armor stands opgooien met gouden armor. Want dan... Nogmaals, komt het rijke gedeelte van de kerk weer een beetje terug. En ik ben geen geschiedenisdocent, jongens. Dus ik weet niet dat of er nou wel of niet armor stond. Oftewel gewoon een panzer of zo in de kerk. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar ik vind het mooi, dus ik doe het. Maar is het accuraat in de geschiedenis? Geen idee. Hoppa, kijk, daar is daar ook mooie armor. Kunnen we desnoods even kijken. Oeh, banners. Zou dat leuk zijn om banners toe te voegen? Ja, rode misschien. Niet de kleur die ik nu heb.
Hier doen we zo. Moeten we nog één maken, dan hebben we er vier. Zou dat leuk zijn om gewoon toe te voegen zoals dit? Oh, ja. Oh, daar kan het niet. Daar staan de kisten nog. Laten we de kisten even hier naar buiten verhuizen. Naar, nou, laten we het gelijk goed doen. Gewoon. En nu ik dit zo zie, vind ik dat gele hierop toch niet mooi. Eerst even alle spulletjes verhuizen hierheen. Naar mijn andere tijdelijke stationnetje. Maar hier staat het een stuk minder in de weg. Oké, nu de spulletjes allemaal daar liggen, heb ik ook nog wat laatste detailblokken meegenomen. En dan kunnen we even wat leuke extra dingetjes toe gaan voegen. Zoals we moesten deze nog hier. Dan ga ik nu gewoon weg. Leuke, zoals ik net al zeg, details toevoegen. Gewoon wat kaarsjes hier en daar. Extra erbij. Misschien wat plantjes, wat groen erin, want dat mist nog. Dingen zoals dit. Gewoon hele simpele kleine details, jongens. Dat mag altijd er ook gewoon nog bij. Weet je, dat is leuk. Gewoon lekker een beetje groen toevoegen. Mist namelijk echt een gommig gevoel. Ik weet niet of dat in de kerk zit, groen, maar hè, in deze kerk wel. Kijk, ik dacht misschien hierbovenop gewoon een flowerpot. En dan is dat zeg maar als het ware het kruid. Ja, dat... Nee. Weg ermee. Doei. Wat wel miste waren lecterns, dacht ik. Dat hier misschien onder zo'n lectern zit en daar ook. En dan moet het eigenlijk wel nog even boeken in, maar die heb ik nog niet. Dan hier een lectern, zo. En dan misschien ook hier een lectern. Is dat leuk? Of is dat een beetje veel? Dat zijn dan een beetje veel lecterns. Misschien aan de andere kant. Dat die zeg maar hier staat, zoals dit. Dus dan kan je hier het graf lezen over een of andere koning die ooit gestorven is. De koning voor mij, weet je, weet ik veel wat, die deze stad regeerde. Dan is het daar nog donker. Dan voegen we daar even wat lichtjes toe. Doen we precies via het midden hier. Tonk, hoppakee. Hier nog een armor stand in de muur. Als dat, ik wou zeggen, als dat kan. Hier nog een... Oh, dat kan niet. Aan één kant dan maar. En ik heb nog genoeg goud bij me om daar ook mooie gouden armor in te doen. Hier ook weer in de muur eentje. Pakken mijn crafting table even. Ik hoop dat ik genoeg heb. Volgens mij wel. Ja, zeker genoeg. Voeg veel toe. Gewoon daar in de muur wat goud. En ik dacht misschien ook wat paintings. Maar dat zou dan misschien wel weer raar zijn. Maar... misschien ook weer niet. En ik weet niet of ik paintings heb nog ergens. En anders gaan we even kijken of we wat paintings toe kunnen voegen. Gewoon wat mooie schilderijen, weet je. Ik heb hier sticks en ik heb waarschijnlijk ook wol. Laten we de blauwe wol er maar verspillen. Volgens mij heb je dat nodig om paintings te maken. Hier heb ik er maar 3. Dan heb ik meer paintings nodig. Of meer sticks bedoel ik, sorry. Juist, kijk, 15 paintings. Helemaal top, helemaal prima. Daar gaan we mee akkoord. Halen we heel even ook in mijn kasteel, in mijn... Oeh, komen landen we... Oeh, daar landen we net aan. Hier in de bibliotheek halen we even wat boeken op. Ik heb hierboven als het goed is een archief liggen met boeken die ik niet meer gebruik. Volgens mij hier. Ja, laten we hier dan even 1, 2, 3, 4. We halen 4 boeken uit. Die gaan we dan namelijk gewoon in de lecterns als opvulling gebruiken. Oeh, wacht. Volgens mij heb ik er 5 nodig. Boek 1. Boek 2. Kijk, dat voegt zoveel toe als er een boek in zit. Anders is het zo'n lege lectern. Voor de koning heet deze. Wat is dit? Nice, je hebt het gehaald. Hopelijk wordt je goede edit. Wordt het een goede edit. Hier je spullen en je... Wat is dit nou? Ik snap er geen reet van. Maakt niet uit. En dan als laatste het boekje dat we hier gaan doen. Hoppakee. Dan denk je... Oh mijn god, een tombe. Van wie is het? En dan ga je het lezen. En dan blijkt het een factuurtje te zijn van mijn tools die ik ooit bij René heb laten maken. Maar goed, paintings. Daar kwamen we voor. Ik dacht hier misschien een leuke painting. Een 1x1 of 1x2 painting. Zoals dit, ja. En dan aan de andere kant eigenlijk dezelfde als het kan. Of die is ook prima. Doen we een Pinocchiootje. Kijk, hebben we 2 leuke paintings aan beide kanten. Maar het moet wel hetzelfde zijn. Het moet ook die lichte zijn. Ik weet niet waarom. Nee, mag wel een ander zijn. Mag wel anders zijn. Hier wil ik een... Even kijken. Zo hebben. Dat is mooi. Andere kant precies hetzelfde verhaal. Zo. Dan hier een 1x1 painting. Van een kleintje. Hetzelfde aan de andere kant. 1x1. Nou jongens, kijk hoe gezellig. Nou, gezellig. Hoe mooi het hier binnen al is. Gezellig moeten we het niet echt maken, maar het ziet er wel al echt heel mooi uit. Dat wel. Ik denk dat ik dan tevreden ben hoor. Ik denk dat ik tevreden ben over hoe de kerk eruit ziet. Het is daarboven nog best wel donker, maar dat is... Ja, weet je wat we kunnen doen? Ik ga één ding alsnog doen. Gaan we heel even op het graf bouwen. Excuses voor die erin ligt. Het is namelijk wel heel erg donker hierboven. Ik denk net een beetje te, zelfs. Dus we kunnen gewoon zo even wat lichtjes toevoegen op deze manier. Zo, dan is het op zijn minst een beetje mooi. En als we het helemaal mooi willen maken, kan ik trouwens gewoon een soort van zo. En dan die nog langer maken. En dan, hoe zou dit eruit zien? Dus het zeg maar een beetje random lengtes heeft allemaal, zoals dit. Dan hangt de een wat lager dan de ander. Misschien ziet dit er wel leuk uit. En het ziet er... Ja, prima joh. Ik vind het helemaal prima daar even wat lichtjes boven. Dan is er toch nog wat meer licht. Oké, dan is als het goed is de kerk klaar. Het interieur is helemaal af. Dat betekent dat volgens mij de gehele kerk gewoon ook klaar is. Dan hoef je hier nooit meer naar om te kijken. Ik vind het helemaal dikke prima. Ik vind het er leuk uitzien. Daar is misschien nog een beetje kaal. Daar is het kaal. Daar is het, het is nog niet klaar. Daar is het kaal. Kijk, misschien kunnen we hier op deze manier zo een soort kruis er even in creëren. Even kijken. Zo. Zo. Hoe ziet dit eruit? Is dit... wacht. Is dit een mooi kruis die opvalt of niet? Ik vraag het me af. Misschien ziet het er wel leuk uit. Laten we vanaf beneden kijken. Ik wil namelijk een heel subtiel in de muur gegraveerd kruis wil ik daar hebben. Even kijken.
Ja, soort van. Omdat het blokje daartussen mist, zou je zeggen het is niet echt een kruis. Maar het voegt wel veel toe dat daar gewoon details zitten daarboven. Hetzelfde zou je in principe hier kunnen doen. Gewoon op deze manier wat extra leuke muurdetails. Kijk, zie je gewoon extra leuke dingetjes. Ziet er goed uit. Alright, dan is hij nu echt klaar, jongens. Nu echt. Laten wij, om het definitief te maken, ook gewoon eventjes insla. Oh, dat maakt jij een worteldag. Laten we heel even naar de muur hier gaan. Naar de takenmuur. En dan kunnen we officieel een groen dijkje pakken. Of een lime dijkje. En dan kerk inrichten. Hoppakee. Oh, wat leuk. De kerk is officieel helemaal ingericht. En op deze manier gaat het snel, jongens. Platform boven de ijsfabriek is ook al goed. En wat ik dan ga doen, ik ga taakstraffen uit. Weet je, die burgemeester stikt maar in zijn taakstraffen. Gaan we wat nieuws van maken. Kasteel 2 inrichten. Hoppakee. Zo, daar gaan we dat van maken. Want ik denk dat dat een belangrijke taak is om te gaan doen. De taakstraffen uitvoeren. Hij stikt er maar even in zijn taakstraffen. Ja, dan gaat het snel, jongens. Dan gaat het snel. Hebben we de kerk inrichten is gewoon gedaan. Laten we alles wat oranje of deze even ook gewoon rood maken. Want daar ben ik op het moment niet meer mee bezig. Ik ben op het moment bezig met het platform boven de ijsfabriek. Oftewel, kasteel 2. Daar zijn we druk mee bezig. Ja, er zijn nog wel veel dingen die we moeten doen. Ik heb nog maar, in principe na deze aflevering, nog maar 8 afleveringen. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 taakjes. Oh, die style. Ik weet in ieder geval dat ik dingen zoals kasteel boven inrichten en stadsmuren upgraden kan ik in 1 aflevering doen. Dat weet ik zeker. Dierenverblijf bouwen kan ook samen, gecombineerd met bijvoorbeeld een boerengebied afbouwen of zo. Dat is misschien een aflevering op zichzelf. En de vermiste museumstukken moet ik nog steeds een keer met Alfred over praten. En met de burgemeester. In ieder geval, die kerk, jongens, een van de eerste gebouwen die gebouwd is in de stad. Het staat er al zo ontzettend lang. Het heeft zo lang geduurd voordat ik een keertje verder ging met het bouwen van deze kerk. Maar het is gebeurd. Het interieur is af. Je kan hier nu gewoon mooi rondlopen en bewonderen wat hier allemaal staat. Door de kerk heen lopen, hier op de nieuwe kerkbrug naar kasteel 2, waar we druk mee bezig zijn. Volgende aflevering wil ik daar waarschijnlijk mee verder. Deze aflevering gaat het niet meer gebeuren natuurlijk, want we hebben al mega timelapse gedaan hieraan. Dus voor nu ga ik deze video afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en vergeet zeker even niet te abonneren. Reageer even wat je van de kerk vindt, jongens. Vind je hem nou leuk? Dan is het leuk als je een leuke reactie achterlaat natuurlijk. Anders word ik heel verdrietig. En dan nu, goepje. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content Veendeel. Hier ben ik begonnen met het kasteel, volgens mij, en de kerkbrug bouwen. Heb je nou nog niet gezien, moet je zeker even kijken. Dan snap je wat er gaande is. En nu spreek ik later. Glaasje water telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer.